De Centrale van Landsdienarenorganisatie CLO praat maandag met financiën minister Gilmour Hoefdraad over de beloofde salarisverhoging voor ambtenaren en gepensioneerde landsdienaren. Vorig jaar had president Desi Bouterse aangegeven dat er een verhoging voor deze groep in april moet komen. CLO-voorzitter Ronald Hooghart heeft vanmiddag tijdens een bijzondere assemblee van de ledenraad gezegd dat de loonreeks van de ambtenaren gecorrigeerd moet worden naar het niveau van de leraren. Dit is de reden waarom de organisatie een looneis van 111% heeft geformuleerd. Deze eis is volgens Hooghart namelijk gebaseerd op het gelijkheidsbeginsel tussen de landsdienaren en leerkrachten. Als de man bent tevreden, dan wordt kruisig Jezus. Maar ik kom niet over de brug of ik ga niet voor 2 en 3%. Met eigen toch, Bazaar. De man kiest 111%, van kan ik of 2 en 3%. Ik zeg, de basis is, het uitgangspunt, laat maar het zo zeggen, is dat gelijkheidsbeginsel. Misschien ook een percentage, maar dat gaat niet zo. Nee. Ik heb je gezegd, de basis is het gelijkheidsbeginsel. En alles heeft hier gestaan. Ja, maar dan komen we op 4 miljard, bijna. Daar heb ik niet naar gewerkt. Ik werkte naar een 5% steeds om te komen tot een betere situatie. Dat was mijn voorstel. Maar je wil nog een gelijkheidsbeginsel toepassen? Ik moet het gelijkheidsbeginsel toepassen, toch? Anders heb je een selectieve maatschappelijke benadering in die zaak. En wij zijn niet selectief. Wij zijn eigenlijk voor het volk en met het volk. Wij zijn met de ambtenaren. De CLO-voorzitter is fel gekant tegen de toen ingevoerde FISO en nu de herwaardering voor de leraren. Deze toekenning is volgens hem doorgevoerd om slechts een selectieve groep tevreden te stellen. Vindt er een herwaardering plaats? Kijk, als je een waardering hebt gehad, zoals men FISO noemt, als je praat over herwaardering, dan moet je dat heel FISO ombouwen, heel ding. FISO is niet omgebouwd, wat men gedaan heeft is om wat geld te geven aan Valies en consorten. Heeft de raadadviseur liever een ander model moeten bedenken? Ik heb je gezegd, ik heb ze toch geadviseerd beter, maar of ze nou koppig zijn of niet, weet ik niet. Maar nu hebben ze die hele samenleving in problemen gebracht. Financiële problemen, maatschappelijke problemen, alles. Hoe zal de CLO dan haar weg vinden binnen dat geheel van druk dat er komt? Ik vind altijd mijn weg. Tijdens de ledenraadsvergadering heeft de CLO-bestuurslid Michael Miskin een overzicht gegeven van de loonsverhogingen van de ambtenaren. Hij presenteerde deze loonreeksen vanaf 1982 tot 2016. Volgens hem is het vorig jaar ruim 1,8 miljard SRD aan loon aan de ambtenaren uitbetaald.